Ja, de gemeenteraad worstelt eigenlijk al een paar jaar, ook in het kader van de bezuinigingen, met, ja, ook met de betaalbaarheid van die prachtige voorzieningen. Want dat zijn het natuurlijk. Hè. Winterswijk, we investeren ook graag in onze voorzieningen, volop. En we zijn trots op de storm, we zijn trots op Boogie Woogie en ook trots op ons prachtige zwembad. En desondanks is er op bezuinigd de afgelopen jaren. Of desondanks, ja, ze hebben ook mee moeten doen in de bezuinigingen. Ja, dat gaat steeds meer wringen. Hè? Dus, want bijvoorbeeld hebben bijvoorbeeld de storm en het zwembad moeten ook investeringen doen. Hè? Dat zijn ook ja, dure gebouwen en dat gaat om veiligheid, dat gaat om duurzaamheid, dat gaat om groot onderhoud. En dat geld is er eigenlijk niet, ook mede door de bezuinigingen. Nou, die instellingen hebben dat ook aangedragen bij de gemeenteraad, dat dus de opgelegde bezuinigingen toch eigenlijk wel steeds meer gaan knellen. En terwijl we er nog niet eens waren, want er waren ook nog bezuinigingen voor 2015, 2016 en 2017 geraamd. Toen heeft de gemeenteraad in oktober gezegd, daar willen wij dan eens over in gesprek, daar willen wij meer van weten. Dus die heeft die instellingen uitgenodigd, of via het college, om met goed doortimmerde plannen voor de komende jaren te komen. En dan ook echt ook 10-jaren plannen. Hè? Dus ook rekening houden met dingen die er op een langere termijn nog moeten gaan gebeuren. Nou, en dat is nu gebeurd. Dus die drie instellingen hebben hun meerjarenplannen opgesteld. En gaan dat presenteren in de gemeenteraad, op een presentatieavond. En dan heeft de gemeenteraad dus die informatie. Het blijft nu nog even bij het presenteren van die plannen. Het beeld is al wel dat er toch wel een financieel probleem is. Hè? Dus dat inderdaad die instellingen de grootste moeite hebben om die bezuinigingen. En zeker als je ook de bezuinigingen voor de komende jaren incalculeert. Om die op te brengen. Dat wordt steeds moeilijker. En nou ja, dat probleem wordt dus nu dan ook bij de gemeenteraad neergelegd. En ja, ik ben ook heel benieuwd hoe de gemeenteraad dan daar ook mee omgaat. En wat ze daar dan zelf voor conclusies uittrekken. En wat de vervolgstappen gaan worden.